1931 geeft Carla van Rooij opdracht aan een Mekkense architect om op deze schrale grond een imposant seminarium te ontwerpen voor de eerste twee studiejaren filosofie en het eerste jaar theologie van de priesteropleiding. Twee jaar later, in de winter van 1934, wordt de verwarmingsinstallatie uit een steenkool voor het eerst opgestart ontpleisterd. Ondersteuning en begeleiding van 260 volwassen mentaal gehandicapten in residentiële opvang, zowel hier op de campus als in huizen in de Rij, in de buurt en in de Mechelse binnenstad. Onder die activiteit rekenen we ook de opvang van 50 mensen in ons dagcentrum, ook volwassen verstandelijk gehandicapten. Tweede activiteit is onze superwerkplaats, een sociaal-economisch bedrijf EBO, met 141 mensen met een arbeidshandicap. En de derde zorgen wij voor de opvang van 125 bejaarden in twee woonzorgcentra. De Bijaard hier op de campus, in deze gebouwen, en Huis Angela in onze vrouwenhuis. Onze eerste spreker voor vanavond is professor Dr. Claudia Klaas. Zij is docent aan de vakgroep Orthopedagogie van de Hogeschool. Omdat we in onderzoeken waar we kwaliteit van bestaan gaan meten door middel van een meetinstrument, toch wel zien dat we het zeer goed doen, of relatief goed doen, en dit is het, zijn mensen met een verstandelijke beperking. Ik weet niet of het leesbaar is achteraan, maar wat zegt deze tabel? Als het gaat op het vlak van welbevinden, emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden, materieel welbevinden, dan scoren de mensen waar wij ondersteuning aan geven relatief goed in verhouding met de gewone populatie. Maar zij scoren vooral zwak als het gaat over sociale inclusie, rechten, persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling. Dus ik denk dat dit een stap is die we naar de toekomst moeten nemen. Zorgen zijn in het licht van het Quality of Life verhaal een mooie toekomst tegemoet gaat. Dank je wel. Van goede herder, zorg dragen voor dat gekweste schaap, het gaan opzoeken. Verloren zoon, kunnen omgaan met mensen die falen, met mensen die onvolmaakt zijn, met mensen die niet perfect zijn.
Barmhartige Samaritaan ook zorg dragen voor degene die u vreemd is en die je niet begrijpt. Anderen doen het vanuit een andere inspiratie. Wij doen het vanuit deze inspiratie. En die blijven benoemen, zal er ook zorg voor dragen dat er morgen in deze instelling nog zoveel geëngageerde en geïnspireerde medewerkers zijn die zorgen voor de essentie van de kwaliteit. En dat is niet alleen het objectief meetbare, maar al het andere. Ik hoop dan ook dat we vanuit die inspiratie in deze en in andere organisaties deze diensten nog zullen verlenen en ook deze inspiratie mogen blijven benoemen als garantie voor de kwaliteit in deze instelling. Dat wens ik deze organisatie toe, vandaag, morgen en de komende 40 jaar en nog veel langer. Dank u wel. Thank you.